Het is toch even wennen. Het is nogal jammer. Ja, het is ontzettend jammer. Het is niet alleen jammer voor de bezoekers van het winkelcentrum Waardhuizen, waar onlangs de supermarkt Coop definitief sloot. Ook de winkeliers van het buurtwinkelcentrum zijn teleurgesteld. Het is echt een drama voor het winkelcentrum. We zijn echt de loop kwijt. Want ja, de Coop was wel niet de grootste publiekstrekker. Maar er kwamen toch elke dag een x-aantal klanten. Hele weinig mensen. Vroeger was hele dag doorlopen. Nou, helemaal niets. Het is natuurlijk voor de andere winkeliers ook een nadeel. Hè? Dat ze dus de reuring missen van de supermarkt, want dat trekt mensen. Door het sluiten van de enige supermarkt in het winkelcentrum moeten de bewoners van Waardhuizen nu ergens anders hun boodschappen doen. Nou, in de buurt is dus niks meer. En dan ben ik aangewezen op de belbus die georganiseerd wordt in Amstelveen. En die komen je halen en die brengen je thuis en die wachten tot je bijvoorbeeld op Groenhof of op Gelderlandplein je boodschappen gedaan hebt. Wat er op de plaats komt van de Coop is nog niet bekend. Maar de winkeliers en de mensen hier zijn er wel al over uit. Nou, ik hoop sowieso dat er een andere supermarkt komt, eventueel een kleinere. Maar ja, dat is allemaal speculatie. Tot op heden is er nog niks bekend. Ik wil graag zo snel mogelijk met de nieuwe supermarkt binnenkomt. Graag. Nou, ik hoop dat er toch een supermarkt komt. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor de oudere mensen hier in de buurt.